Als waterschappen investeren we ongelooflijk veel in het zuiveren van ons afvalwater. Maar daar redden we het niet alleen mee. We hebben eigenlijk veel strengere regelgeving nodig om te voorkomen dat al die schadelijke stoffen in ons water komen, zodat wij ze er niet allemaal eruit hoeven te halen. Natuurlijk, we doen ontzettend veel en we worden steeds slimmer. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om te kijken hoe we medicijnresten uit het oppervlaktewater, hoe we dat eruit kunnen halen. We kunnen niet doorgaan met ons oppervlaktewater, het water in de rivieren, in de beken, in de kanalen, te gebruiken als een soort afvalputje. We moeten dus beter en meer zuiveren. Maar dat kunnen we niet alleen. En we kunnen daar niet tegenop blijven zuiveren. Dus we hebben strengere regelgeving nodig. Daar pleiten we voor om het echt aan de bron aan te pakken.